Matthias. Na 5 uur zijn we er dan aan. Oh, godverdomme. Waar komt die zot nou weer? Godverdomme, zeg. Wat was me dat? Hallo? Ja, godverdomme. Dat komt hier niet. Oei. Hallo? Oh. Godverdomme, meneer. Hallo? Ah, ja. Gaat het een beetje met jou? Ja, als je mijn recht kunt opbouwen, ja. Wacht even, ik ga een keer kijken. Kunnen we... Wacht, ik ga iemand wel voor jou. Godverdomme, hopelijk kunnen hier dan... Oh. Godverdomme. Vond ik in mijn gordel aan doen. Oh. Zeg, mateke. Oh. Hallo? Zeg, gaat het wel een beetje? Heb jij daar een fameuze klap gekregen, bijvoorbeeld? Ja, ik weet het. We zonden weg naar de garage en ik had mijn gordel niet aan, omdat het niet ver was. Ja, dat was een fameuze klap. Ja, ja. Gaat het wel een beetje met jou? Ja, dat gaat wel, joh. Godverdomme, zeg. Godver... Het gaat wel lukken. Want dat was een serieuze knal, zijn mijn auto is helemaal tot hier gevlogen. Ja, dat heeft mij ook. Verder is een dikke hand uitgevlogen daar. Een dikke hand. Dat ga je niet dood zijn, dat snap ik. Jong. Wat dat ding nog? Je gaat dat ding nog wel rijden, ja. Dat is de vraag. Werkt nog. Werkt de Mustang nog? Ja, dat zal wel. Oh. Dat is nou niet het probleem, hè, man. Dat is maar wat blikschade, hè. Dat is goed te repareren, hè. Ja. En ik kan verder naar de garage rijden. Ja, kijk, is al aan de werk nog. Dus ja, dat is geen probleem. Allee, joh. Die mensen gaan naar de garage. Allee, man. Godverdomme, zeg. Die zot. Oh, geen verzekeringspapieren ingevuld? Ja, tuurlijk, ja. Godverdomme, zeg. God, man, dus. Ja, natuurlijk was het toen voor de politie, maar... ja. Volgens ons vader zou het hier moeten zijn. Eet hem gezien op zijn sterfbed. Ik heb ook nog 500.000 gerfd van die mens. Dus ik hoop dat ik hier dan een huis kan scoren. Oh, dit was iets meer dan 500.000. Ik heb ook nog die Mustang. Oh, dat zag er niet goed uit. Zullen we ons hier even aan de kant zetten? Oei. Wacht eens even. Ik ga eens even kijken. Ik ga ondertussen eens even kijken. Of dat ik hier een makelaar kan contacteren. Want god, non de jus. Ja, typen is ook heel moeilijk tegenwoordig. Nu, god, we zullen eens even kijken. Want we hebben hier zo'n kitje in die auto zitten. Dus even kijken of we dat kunnen repareren. Met klittenband ofzo. Of wat duct tape het wel. Duct tape, ik stel alles eens kijken wat we allemaal hebben in dat repair kit. Ik heb dat hier nog op zak hebben. Oh, non de jus. Kijk, 2 seconden. Chance. Godverdomme, eens even kijken. Oh, dat ga ik denk ik. Kijk, dat hier even zo. En zo. En dan dat daar. Ja. Dat lukt hier wel. Wacht, even. Ja, voilà. Godverdomme. Die bumper hangt ook weer vast. Dat is ook al dadelijk een oplossing. Tankstation. Ik zie ik hier juist niet in de stad. Even kijken. Maar de chance heb ik er juist al wel een gesprekje gehad met de makkers van de politie. Heb ik daar wel een jobje gekregen. Dus dat is al fijn. Maar moet ik vandaag nog niet beginnen. Dus dan hoop ik dat ik...
dat ik vandaag even contact kan opnemen met de makelaar. Te kijken of ik geen huisje kan kopen hier. Zijn vader had gezegd dat die klojo's hier zitten. Oh, daar is de reden op de fiets. Ja, ja, ja. Dat is dan ook de reden waarom ik bij de politie ga. Om die Richmond familie uit te schakelen natuurlijk. Want dat ben de klojo's geld voor doen. Die hebben ons vader zijn leven zuur gemaakt. Dus denk ik al zo lang op zoek naar die mannen. En de laatste info dat ik heb gekregen van ons vader, zou die hier toch moeten zijn. Allee, al die laatste info heb ik ook nog over moeten zoeken, hè, voordat ik door had voor die mannen zouden zitten, maar wat. Die hebben godverdomme ons vader aangevallen. En daardoor is hem 5 jaar geleden gestorven. Godverdomme. En je ziet, hè, sinds die tijd heb ik niet veel uitgegeven. Godverdomme. Krijg ze nog wel, die Richmond Clojo's. Oh ja, ik moet zien dat ik mijn valse identiteit heb, hè. Godverdomme. Het nummerplaat is kroketten, dus dat mogen ze wel in orde zijn. Een valse identiteit is Fred Kroket. Daar zullen ze hopelijk wel in trappen. Zolang er niemand met een echte ID moet zien, gaat dat wel goed komen, gaat dat wel goed komen. Godverdomme, godverdomme. Kijk, ik nou ook wel een chique huisje hebben eigenlijk, vaak. Moet ik een chique huisje hebben, zodat ik deftig op zoek kan gaan naar die klojo's van... Ja. Ik moet echt wel deftig op zoek kunnen gaan naar die klojo's van de Richmond family. Dus een keer twitteren, misschien natuurlijk anoniem tweet, want anders weten ze direct mijn ware identiteit. Oei, afspreken. Godverdomme. Twitter wel in doorgaan. Godmondige, godmondige. Oh, ik hoop dat die mens van er juist uit overleeft, want die heeft toch nog van mij op het totter begonnen. Dat die gewoon nog recht kon stonden, dat snap ik nog steeds. Ja, het is overal. Dat gaat lekker snel. Godverdomme, godverdomme, zeg. Dat gaat hier nogal wat worden. Nou, hopen dat die makelaar reageert. Ja. Ik hoop dat hij snel wakker wordt, hè, want hij leidt precies te slopen in zijn bed. Godverdomme, godverdomme, godverdomme. Godverdomme, godverdomme, godverdomme. Wat de hel? Alle chance met mij. Oh, jong. Wat een zotterijn hier rond. Kom eens even wat eten of zo. Ik zie de auto op slot zetten. Ja, oh, ik zou niet willen dat ze die pikken. Godverdomme, godverdomme. Hij is zot. Godverdomme, godverdomme. Even wat drinken, hè. Allee, hij zie. Oh, ik zou... Heb ik nou gedronken of gegeten? Ja, even wat eten nou. Hoppakee. Ja, dat was een goede naam, Beluur. Oh, jongen. Niet zelf maar.
Maar ja, die wordt te laat, maar die agent heeft wat problemen met zijn licht. Ja. Of niet, hè? Ja, ik kan er niet echt rond blijven rennen. Hè. Hallo? Hallo? Hallo meneer. Hallo meneer. Wat is aan de hand? Er is iets mis volgens mij met uw lichten. Met onze lichten? Ja. Wat is mis met onze lichten? Ze werken niet goed op mijn netvliezen. Oh, op die van mij is het helemaal goed meneer. Collega, kunt u me even aan uitzetten alsjeblieft? Ja, nee, dat zei ik in mijzelf. Hoi. Wat zei u? Hé, hey, nou is de justitie politie flow op de grond. Ik wist niet wat er zei, maar oké. Ja. Hallo meneer. Ja, werkt ze nu wel goed? Ja, nu is prima, kijk eens aan. Hallo? Ja. Meneer. Nee, bij ons stond die uit. Waar kan je die fiets huren? Bij de fietshuurzaak. Waar staat die? Bij de hoofd. Collega, ik wil rijden. Oh. Fijne dienst, jongens. Naar politie. Okay. Ja. Hallo, zoek u nog mensen voor politie? Pas wel. Mag ik er een keertje mee? Echt hoor, deze is niet normaal. Zou ik ook een keer mee mogen met jullie? Godverdomme, godverdomme, godverdomme. Zie, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Het is wel kut eigenlijk dat er geen makelaar aanwezig is. Want ja, dat is niet alles, hè. Godverdomme. Oh, lekker pissen. Ja, hella. Oh, oh, hoor het niet, of wat? Oh, lekker pissen. Hey. Godverdomme, godverdomme. Ja, dat was een lekker busje. Oh, broos. Ja, doe allemaal. Hé joh, ze zijn normaal gek. Wat loopt... Hé, meneer, wacht even, meneer, wacht even. In de Audi, wacht even. Is het dan verstandig om nu te gaan rijden? Dat zeker. Kan iemand van jullie me even wegbrengen? Je moet eventjes je personage aanpassen, man, want de T kan er niet mee. Godverdomme. Je moet godverdomme. Op druk op de T-spier. Ja, man, en dan slash report. Oh. Mijn skin is bugged. Oh. Oh. Dan komt er als het goed is een god naar je toe en die helpt jou. Dit is een hele mooie auto. Hallo? Leg, ik ga even mijn radio instellen, een momentje. Hallo? Hallo. Zeg, er was hier daarnet een of andere zot die tegen mijn auto piste en is met zijn zatte botten weggereden. In een zwarte Audi. Een zwarte Audi, zeg? Ja, een zwarte Audi, ja. En wat voor Audi? Dat weet ik niet veel, maar een zwarte Audi. Oké. Okay. Goedendag. Hallo. De persoon had een rode t-shirt aan en een zwarte broek. Staat hij niet dat die auto te dansen daar zo? Nee, dat was iemand anders. Oh man, die was dat in dat mijn auto te dansen? Godverdomme. Hela, manneke. Hallo. Wilde gaan huis van mijn auto afgaan. Het is niet toegestaan om op auto's te staan, hè? Alsjeblieft, dank u wel. En meneer, u moet even knipperen met uw ogen. Ja, ik heb al slash report gedaan. Dan moet je gewoon even knipperen met je ogen. Oh, dat gaat niet goed. En hoe moet dat? Reloggen. Oh! Dat gaat niet goed, hè? Die knalde gewoon tegen je. Meneer. Een hele goede middag, meneer. Hi, goedendag. Wow. Je mag ook gelijk even rijkentekenpapieren geven, man. Wat is? Rijkentekenpapieren. Hoe doe je dat? Even een spier. Ja, kon even met gaan. Je handen, denk ik. Oh ja, en dan bewijzen. En dan. Kom hier weg, weet je. Het is hier veel te druk om mijn hoest doen. Wat een klojo. Geldmondesje. Mag ik mee? Hier. Zo. Stort de richting al. Oh. Even die auto op slot zetten. Ja, ja. Hier. Krijg je dat? Nee, je ziet het ze. Een allemaal nieuwe polis. Godverdomme, die zie je niet vaak kraaien.
Allee, niet dat ik er veel van weet, ik zie niet. Wat voor biedt het vloeken? Hoppa. Wat is er nou open naar dit online? Even een gordeltje aan, zijn we veilig. Hé man, we racen. Zo, weg. Hoppa. Oh, die en de is in een super rival race. Het echt niet zijn, hè. Godverdomme zeg ik. Ik kan aan die gewoon negeren. Want ik krijg wel deftig volgens de verkeersregels. Ik ben geen zot. Ik ga gewoon rustig op mijn gemakje. Kom ik eens een keer zien of er hier ergens een schoon huisje staat. Stond er hier ook een gek in het midden van de bal? Ja. Door is die zatlap. Godverdomme, dat is niet gevaarlijk. Oh jong, dat is geflitst. Oh jong, komt hier zijn eigen druk nog eens tussen, mooie. Oh, dat was het verkeerde. Ja, nevermind. Oh godverdomme, geflitst zeg. 1800 euro kust naam om kloe. Oh, wacht. Weer even zo staan. Ja, ja, ik kan hem niet deuren. God, god, verdomme, niet tegen mijn motor rijden. Politie. Rijdt een dronk. Ho jong, dat is pas iets chic. God mon de jus. Die mensen zijn geld in de mond. Zo. Misschien ook even wat geld binnen. Nou, oh, dat is misschien wel een goed idee. Normaal gezien is alles goed zoals ik mijn motto op slot. Ja, alvast. Zie je die gewoon. Dan gaan we even geld binnen. Zo. Op de gekfiets. 2K. Gekfiets. Ja, politie is wel weer sportief vandaag. Hallo. Ja, ik mag niet in de auto. Hé, hey, kun je me even een duwtje geven? Voor mijn pet? Ja, dat is wel jammer. Jongen, jongen, jongen. Ja, af ja. Jo. Jo. Oh, joh. Hallo, kunt u mijn collega even een duwtje geven? Wat? Wie? Ah, zijn pet moet er even vanaf. Wel, of wie moet ik een duwtje geven? Die voor me staat nu? Oh, mij niet. Ja, die in Rijkswater staat met die pet op. Even mooi van mij. Ja. Deze. Ja. Bam. Ja, oh jong. Man. Klets. Patat. Hallo? Hoi. God, non nu. Nou, je gaat hier gewelddadig aan toe, hè. Dat is hier toch niet normaal. Is het veilig om over te steken? Ja, ja, dat gaat wel lukken. Gewoon rennen, jongen. God, mijn hond is nu. Zet waypoint. Zet maar een waypoint. Politie! De gekke fiets heeft hij alsnog. Hoi jong. Showbeest. Is in een Mercedes jong. Showbeest. Is het jouw auto of? Ja, ja, dat is mijn auto. Hoppa. Godverdomme. Hey, gekke vrachtwagen. Oh, hij niet tegen me gaat draaien hè, mot. Jongen, jongen, jong. Gaat hij nou serieus hier parkeren? Hey, ik kan die gast met die Mustang even plaatsen. Zet ik hem verticaal.
Ja, dat dacht ik nou, ook. Nou, ik denk... Godverdomme. Godverdomme. Je had hier even alles... Die gekke hier echt. Ik zweer het je. Hier doe ik niet meer normaal. Dat is hier echt niet meer normaal. Wat staat er hier nou weer een... Gek. Op het midden van de straat. God non de jus, zeg. Alsjeblieft, hè mensen, alsjeblieft. Ik kan deze niet aan. Ik kan deze shit niet aan, maat. Ho, jong. Daar rijden hier toch nogal gekke rond, hè? Jongen. Zo kut dat die makelaar er niet is, joh. Ik kon er helemaal gek van. Eens even kijken of we nog eens een Twittertje eruit kunnen smaten. Ik kon even een sigaretje opsteken, jong. Is hier toch niet normaal, hè? God non de jus. Weet je wat ik kan doen, hè, mannetjes? Kan ik even met een auto parkeren? In de garage, hè? Kan ik even wat gaan slapen? Dat komt hier niet goed, mannetjes. Dat komt hier niet goed. Dat komt hier echt waar niet goed. Ik zie straks of zo wel of die makelaar er is. Ik wil naar toch even slapen in mijn motor. God, man, hier is een schoon plekje. Ik doe hier op. Hier is ook wat ik placeer. Ik heb motor ik nooit. Hoppa, en we gaan slapen. Oh. Ja, goeiemorgen mannetjes. Wat? Domme. We hebben hier goed geslapen. Het is tijd om op te staan. En we gaan eens een keer kijken naar een paar huizetjes. Het huizetje dat ik op het oog had, dat was hier ergens. Maar dat is ondertussen al verkocht. Dus we zullen het met minder chic moeten doen. Maar op zich maakt dat niet uit. Dus we gaan hier in deze gebeurtenis kijken of daar iets interessants te vinden is. Omdat we een dakje boven ons hoofd hebben, dat we die onnoezelaars van Richmond kunnen gaan opzoeken. Want godverdomme, een blokkenpark is afgesloten. Godverdomme. Oh, nu moet ik er dan door aan. Zo. Het blokkenpark is afgesloten. Ja. Ja, ik moet er toch even door hoor. Ja, kom, let's go. Godverdomme. Die notox zijn die echt nog niet gewoon zo. Die moeten even betalen. Dat is het probleem opgelost. Maar gewoon niet door de route draaien. Gewoon niet doen. We willen geen embrace met de police. Dat willen we zeker weten niet. We zullen gewoon eens even gewoon zien, hè.
Wat kunnen we allemaal gaan kopen hier? Op zich is dat wel een leuke buurt. En valt wel mee qua afstand naar de stad, weet je wel. Geen idee wat er aan de hand is, maar het is precies serieus om blokkenpark, mannetjes. Godverdomme zeg. Nee, ik moet nog een beetje rechtdoor. Oh, hier kan ik ook rechtdoor, ja, maakt niet. We gaan nou wel door het route rijden, er zijn hier geen flikken of niks, geen niet. Ah, jongen. We zullen niet zien wat we hier kunnen kopen, hè. Hoppa, dat springt hier op groen, vind ik plezant om te zien. Hè? Godnonde. Oei, ik zit het spook raaien. Godverdoen. En deze zou je weer kunnen kopen dan eerst. Dat is een keer wel zien, hè. Godnonde. Welke was ik in Isna? Dat is de vraag, hè. Hier ergens, denk ik. Oh, ik weet niet of deze het echt is, hè. Maar ja. Ik heb wel zin, hè. Ja, zo was een keer gewoon zien. Of dat wij hier dat was ik kunnen bezichtigen. Oh, de deur is gewoon open. Dus ik kan kijken wat voor huis ik in is dat hier. Oh. Ja. Oh, een bureau. Dat is wel handig eigenlijk, feitelijk. Bureau aan de straatkant. Hier is het bed. Ja. Wat is hier? Tentoon. Oh, een klein tonnetje. Kun je dan weten ongeveer hoe dat er hier uitziet, hè? Ongeveer. De garage ziet er ook niet al te slecht uit, hè. Denk ik. Ja, is niet zo heel breed, man. Maar ja. We zullen wel zien. Eens even zien, hè. Zo. Hoppa. Zo. Dan gaan we een beetje weerkaken. Wat we hier nog kunnen vinden. Om in te vertroeven. Want ik wil wel reageren en dakje boven de kop. Want ik voel me toch niet veilig om elke keer in die garage te moeten slopen. Had die, zeker dat die Rich mijn deur krijgt dat ik hier ook zie. Die weten niet eens dat ik bestond. Dus ik wil gewoon een heel plezant feestje worden. Dat stond hier allemaal nog te kopen van. Op zich, deze vind ik wel plezant eigenlijk. Dat het er zo uitziet. Het is gewoon een grote oprit. Ik heb mijn auto al op slot gedaan. Is dat hem op slot? Ja, die auto is op slot. Ik ga eens even binnen gaan zien, hè, hoe dat het er hier uitziet. Deze ziet er toch al wel iets geschikker uit eigenlijk, feitelijk, hè. Ja, deze bevalt me eigenlijk wel. En ik hou wel van een grote keuken. Ja. Ik heb zelfs een trapje. Ik kan hier een keer zelfs trainen, ja. Chique badkamer. Heb ik hier een ontspanningstafel. Oh, dat vind ik wel aan een pooltafel. En hier met een of ik heb een barbecue. Ik denk dat deze het wordt, man. Hè? Ja. Ik zijn verkocht, denk ik. Ik kon nog even de boven inspecteren. Maar dat ziet er hier al heel veelbelovend uit, eigenlijk, feitelijk. Ik eerlijk mag zijn. Denk ik dat... Oh, jong. Dan zie je hier een bureau. Ja, dat ziet er hier chic uit. Alleen ja, ik heb hier nou wel geen zicht op de rom. Maar ja, op de straal bedoel ik, maar hier door deze rom wel. Dus ik denk dat je hier ook wel een beetje in de oog houdt. Even kijken wat er in die andere kamer is. Ja, hier heb ik ook wel een schone zicht. Misschien kan ik hier dan ook nog altijd wel hier een bed. Ja, dit is ook goed, hè. Dan kijk ik al die make-up er weg smijten en al die maskers. Ja. Ik vond deze kopen pas ik, jong. Ja, ik vind het wel een tof huisje. Ik vind dat wel een tof huisje. Hoe moet ik dat spel hier kopen? Ja, ik wil dat kopen. Zo.
Zo, voilà, ik heb een huis. Dit huis is nou officieel van mij. Godverdomme, zie je? Hier is een garage. Wow, dat zal niet werken waarschijnlijk. Dat zal niks doen, maar ik heb hier tenminste een oprit. Dat is ook al niet, hè? Een oprit. Godmonde, zie. Oh, maar. Dat is hier plezant, zeg. Nou hebben we een huis gemeubileerd. Voilà. Dat vind ik plezant. Goed. Mannetjes. Het is ondertussen alweer avond. Ik heb heel lang geslapen. Ik ga mijn auto weer eens deftig parkeren. Hoppa. Gewoon uitstappen. Zo. En ik ga even naar binnen. Genieten van mijn.